Ja. Goedenavond, ik ben van Sleutelstad. Van Sleutelstad, ja. Pers. Ik blijf hier. Dit is de Hoflaan. Het Zevenhovenhuis heet het volgens mij. Het clubhuis, buurthuis hier in de straat. Staat in Lichterlaaien. En ja, de brandweer komt van alle kanten nu aanrijden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 brandweerwagens stel ik zo gauw. Politie. Maar dit ziet er niet goed uit. Ik denk niet dat hier heel veel te redden is, eerlijk gezegd. Ook publiek, dat wordt een beetje op afstand gehouden. Komt hier naartoe en dat komt natuurlijk omdat die vlammen vanaf een flinke afstand te zien zijn. En ook een flinke rookkolom stijgt op hier tussen de huizen. Ja, zo wil je het nieuwe jaar niet beginnen als je gebruiker bent van dit gebouw. Brandstichting, een ongeluk met vuurwerk. Het is gisteren naar de oorzaak, maar je ziet het, het staat echt in Lichterlaaien. Vlammen komen aan alle kanten uit het dak en ook uit de muren. De brandweer is nog niet echt begonnen met blussen. Wij waren net bij die andere brand en meenen dit. Ja. Ik had dit niet verwacht. Ze zijn niet ze echt aan blussen. Ze kunnen nou niet echt wat doen. Nee, hè? Dit is gecontroleerd laten uitbranden. Ja, maar ik heb ook voor de rest nog geen melding gehad van een opschaling of wat dan ook. Nee. Maar ik vind het ook gevaarlijk voor de pand daar, want als je ook kijkt, ja, het gaat steeds verder. Goedenavond. Je bent niet van de pers, denk ik, hè? Sleutelstad. Wel? Ja. Heb je een kaartje bij je dan? Sleutelstad ben ik van. Omdat je met je biertje in je hand loopt? Nee, dat is geen biertje, dat is een fles champagne. Dan heb je even een perskaart voor mij, anders mag je achter de afzetting gaan staan. Ja, maar je stond... Je staat in beeld. Ja, maar heb je even een perskaart voor mij? Nou, ik heb wel een ID voor je, maar ik ben het live aan het uitzenden. Ja, maar heb je een perskaart voor mij? Nee, want ik heb geen perskaart. Dan mag je even achter de afzetting gaan staan. Ja? Maar dan moet ik ook achter. Nou, jij mag hier staan, want jij bent van. Jij hebt een perskaart, toch? Nee. Ja, ik heb zelf geen perskaart, we willen wel eentje regelen. Ja, oké, maar dan moeten jullie wel een stukje achteruit, jongens, want de brandweer wil hier werken, ja? Als je even bij die brandweerwagen daar gaat staan, dan kun je vanuit zetten. Ja. Nou, er worden een aantal slangen uitgerold. Maar echt haast om te blussen wordt hier niet gemaakt. Nou, daar gaan de eerste waterstralen het pand in. In de verte, ik weet niet of dat te zien is. Als je denkt, waar is dit? Dit is de Hoflaan in Leiden. Het Vijfhovenhuis heet het, denk ik, maar nou ja, zo'n soort naam in ieder geval. Clubhuis, buurthuis, hier bij de speeltuin. Daar. Ja, is goed. Ja, zo. Ja. Net werden we nog weggestuurd, nou krijgen we tips van de politie.
voor een beter beeld. Waarschijnlijk omdat we dan wat verder bij de brandweer vandaan staan. Maar het is inderdaad wel waar. Kijk, daar op de Hoflaan is de brandweer met heel veel materieel en wagens aanwezig. Maar echt blussen heeft niet echt zin meer. De vuilniswagen van de gemeente, de politie, dat zijn die treintjes, zo noemt de gemeente dat, die ze dan inzetten. Brandweer, politie, gemeentereiniging om rommel van straat te halen. Zou u even achter de lijn willen gaan staan? Ik ben juist uw collega hier neergezet. Maar bent u sleutelstad, ja. Oké, dat is goed. Houdt u wel huis voor uw veiligheid? Ja. Zo te zien gaat het gebouw overigens nu instorten. Je ziet de muur echt naar binnen zakken. Nou ja, dat wou ik net zeggen. De brandweer is hier dus met heel wat materieel en manschappen aanwezig, maar... Ja, ze kunnen eigenlijk heel weinig anders doen dan de boel hier gecontroleerd laten uitbranden aan de Hoflaan in Leiden Zuidwest. Ja, ik snap dat sommige agenten een beetje raar kijken, want ik loop hier dus nog met een fles champagne in mijn ene zak en een glas in mijn andere zak. Want we stonden hier verderop op de brug met wat buren te proosten en ik woon hier ook gewoon toevallig vlakbij. En toen zagen we opeens wel heel veel rode gloed achter de huizen vandaan komen. Nou, dat klopte dus wel. De warmte is inmiddels goed voelbaar hier. Het is één grote vuurzee inmiddels. Waar het een kwartiertje geleden nog uit de dakranden een beetje lekte... Ja, staat nu gewoon het hele gebouw in lichterlaaien. Ja, en zo kwam er in deze jaarwisseling 2021-2022 een einde hier aan het clubhuis in de Hoflaan bij de speeltuin. Het Vijfhovenhuis is niet meer, want hier valt niks meer te redden. Hooguit kan de brandweer voorkomen dat het vuur ook schade aan andere gebouwen aanricht. Maar vooralsnog lijkt dat niet het geval. Het gebouwtje staat ook los op een veldje langs de weg. Niet gelijk tegen andere bebouwing aan. En het waait niet hard. Nou ja, dat is dan misschien nog een geluk bij een ongeluk. Maar kijk eens wat een inferno. Inmiddels kunnen we naar binnen kijken, de muur is weg. Aan deze kant en aan de andere kant zo te zien ook. Alleen de hoek staat hier nog recht overeind.
Je kan alleen maar hopen dat er niet al te veel waardevolle spullen binnen lagen. Maar ja, dat is ongetwijfeld natuurlijk wel het geval. Dat is altijd het geval. Zo ziet dat er dus uit. Als er brand ontstaat, is een houten gebouwtje. Kijk, daar valt het in elkaar. Als je er dan niet heel snel bij bent, dan is er al gauw geen redder meer aan. Als je net gaat kijken, dit is de Hoflaan in Leiden. Het clubgebouwtje bij de speeltuin daar, het Vijfhovenhuis, is niet meer. Je ziet de muren voor je ogen nu instorten, verteerd door de vlammen. Dikke zwarte rookwolken drijven hier tussen de huizen weg. De brandweer heeft wel bluswater aangesloten, maar zijn vooral bezig met het nat houden van de nieuwe scholen die hier een paar jaar geleden zijn neergezet. Want dat is de bebouwing die er het dichtst bij staat. Maar zo te zien is er in ieder geval geen risico op het overslaan van de brand. Dat is allemaal wel goed onder controle. Nou ja, dat is dan tenminste nog iets. Kijk, daar zijn ze dat aan doen, die gebouwen nat houden. We stonden hier net nog een soort van grapjes te maken van goed georganiseerd dat centrale vuurwerk door de gemeente. Want zo ongelooflijk veel vuurwerk is er gewoon afgestoken tijdens deze jaarwisseling. Het zou ook heel goed kunnen dat hier ook gewoon vuurwerk ongelukkig terecht is gekomen op of in dat gebouwtje. Naast brandstichting, wat natuurlijk ook nog een oorzaak zou kunnen zijn. Hier verderop, een paar straten verder, de Toussaintkade, is eerder vanavond een bestelbus uitgebrand. Ja, die vliegt natuurlijk ook niet zomaar spontaan in de fik. Maar goed, dat zal het onderzoek mogelijk later nog uitwijzen als hier nog iets te onderzoeken valt. Want hier blijft weinig van over. Maar je hoort het op de achtergrond. Ontzettend veel vuurwerk en ook keiharde knallen. Dichtbij.
Ja, dan gaat een ladderwagen een beetje richting de vlammen zee, maar nou ja, dat lijkt me meer polshoogte nemen dan echt actie ondernemen. Een enorme fik dus hier aan de Hoflaan in Leiden Zuidwest. Het Vijfhovenhuis is helemaal uitgebrand. Je ziet inmiddels eigenlijk niet veel meer van het gebouwtje overeind staan. Alleen wat hoeken. We staan nu nog in de fik. De rest is compleet ingestort en weg. En wat overblijft zijn smeulende resten op de grond. En de brandweer die niet eens een poging is gaan doen om te blussen, maar zich concentreert op het nat houden van de gebouwen en de bossages aan de overkant van de Hoflaan. Op de hoek zo'n beetje met de Telderskade, daar speelt zich dit af. Kijk, daar gaat ook de laatste hoek, zakt in elkaar, het hout verteerd door de vlammen. Want dat was het hier, een compleet houten gebouwtje. Ja, dat is natuurlijk geen partij voor deze vlammenzee. Kijk, nu gaat er wel geblust worden. Vanuit de ladder daarboven, een straal midden in de vlammen. Hoi. Hey. Beste wezen. Ja, jullie ook, hey Toon. Verderop nog een brand, hoorde ik dat nou net? Nee, ik weet het niet. Oké. Okay. Nee, er kwam eerst een melding op de Telderskade, maar dat is natuurlijk hier zo. Ja. Ik denk dat het hetzelfde is geweest. Het was een verkeerde melding eigenlijk. Oké. Okay. Nou ja, gelukkig maar. Er was een melding van nog een brand hier vlakbij, maar dat was waarschijnlijk een verkeerde aanduiding van dezezelfde brand. Ja, het vuur gaat nu wel uit, maar dat was eigenlijk al aan het uitgaan, want er viel niet zoveel meer te branden.
is hier wel klaar. Op alle manieren eigenlijk. Klaar met het gebouwtje wat hier stond. En klaar met de brand. Alleen het nablussen zal hier nog wel even doorgaan. Maar echt kans dat er nog iets gaat gebeuren, die is er niet meer. Dan bedoel ik eigenlijk dat het overslaat naar aangrenzende gebouwen. Die zijn toch wel iets verder weg aan de overkant van de straat en zijn door de brandweer de hele tijd nat gehouden. Het is een nieuwbouw van de basisscholen die hier gebouwd zijn een paar jaar geleden. En aan de andere kant, daarachter, staat ook bebouwing, maar ook dat is wat verder weg. En het beetje wind dat er staat, gaat toch vooral richting de overkant van de straat. Van de Hoflaan hier in Leiden Zuidwest. We gaan hier afronden en het live verslag van deze brand in het Vijfhovenhuis afronden. Hier aan de Hoflaan staat geen clubgebouw meer. Zoveel is wel duidelijk. Smeulende resten, dat is alles wat er over is van het gebouwtje waar heel veel mensen met plezier naartoe gingen. Bijvoorbeeld ouders als hun kinderen hier naar de speeltuin gingen. Of mensen uit de buurt die hier een gezellige middag hadden om bingo te spelen bijvoorbeeld. Het gebied hier wordt herontwikkeld, er wordt flink nieuw gebouwd. Ik weet eigenlijk niet zeker of dit gebouwtje sowieso op de nominatie stond om te verdwijnen, maar dat zou me in ieder geval niets verbazen. Maar dat is dan, als dat al zo is, een beetje eerder gebeurd. Tot zover dit verslag vanaf de Hoflaan, Hoek Telderskade in Leiden Zuidwest.